helemaal klaar met die vaarten in zuidelijk Flevoland en oostelijk Flevoland. Dus heb ik 50 kilometer gereden om het hier maar eens te gaan proberen. Op een mooi breed kanaal. Bijna 60 jaar geleden kreeg ik mijn eerste werphengel van Sinterklaas. Een gele volglashengel en een botsbeugelmolentje. Prachtig. Kon ik vissen met een bamboestokje en daarnaast een bijlegger. Nou, die eenvoud van toen die bestaat niet meer, want je hebt tegenwoordig al heel snel een foedraal nodig voor al je spullen. En toch ga ik proberen die sfeer van vroeger terug te halen in mijn visserij. Begin jaren 60 konden alle spullen nog mee op de fiets. Maar die tijd is voorbij. Een ander verschil met toen is dat je tegenwoordig niet meer, al heel lang eigenlijk, met levend aas mag vissen. En toch ga ik proberen zo dicht mogelijk bij de tijd van toen te komen. Ik ga vandaag tegelijkertijd op bruisen en op roofvis vissen. En dan heb je toch minimaal een onthakingsbad nodig. En ook eigenlijk twee landingsnetten. Eén voor de bruisem en één voor de roofvis. Met rubberen mazen. Mijn bijleggertje van toen is vandaag vervangen door een 2-pons karperhengel en een dood aastakeltje. Voor het vissen op bruisem gebruik ik een moderne 12 voet feederhengel met een molentje uit de 2500 serie. Als je op een totaal andere manier gaat vissen dan je de afgelopen maanden gewend was, moet je oppassen dat je niks vergeet. Levend aas? Onmogelijk. Dood aas? Check. Onthakingsmateriaal? Check. Materiaal voor noodgevallen? Check. Verbanddoosje? Check. Want ook de visser moet beschermd worden af en toe. Recht voor me, achter het talud, heb ik een voerstek gemaakt. En dan ga ik vissen met mais. Op de dood aasstek heb ik gevoerd met heilbot pellets. Vissen maar dan! De stek is een nachtmerrie voor elke rechtgeaarde tackletart. Tackletarts die gaan hier spontaan van hyperventileren. Voor mij is het prima zo. Links de dood aas. Twee schepnetten. En de feederhengel voor me, zonder achtersteun, niet nodig. Ik ben er klaar voor. En nu maar afwachten of deze als eerste gaat of deze. Ik ben inmiddels een uurtje aan het vissen. Het is afgekoeld tot een graad of 17 en er staat een behoorlijk koude wind. Ik heb nog helemaal niks gezien. Ja, behalve een paar aalscholvers natuurlijk. Als dat maar goed gaat. Na anderhalf uur vissen komt de eerste binnen. Op de feederhengel zoals verwacht. Mooie bruisem van 58 centimeter. Nummer 2 meldt zich een kwartiertje later. Dat is ook weer een mooie 50er.
wel een beetje mager, net als de eerste trouwens. Maar in ieder geval onbeschadigd. Dat is al heel wat met al die aalscholven hier. Nummer 3 is de zwaarste tot nu toe. En hij meet 59 centimeter. Op doodaas heb ik nog helemaal niks gezien en dat verbaast me ook niet echt. Maar wat me wel verbaast is dat ik helemaal geen beten krijg van voren of winden. Het is alleen bruisem hier. Wel mooie vissen. Ik heb weer wat geleerd vanmiddag. Namelijk dat doodaas vissen helemaal niks voor mij is. 'S Winters vind ik het statisch en dan vis ik veel liever met kunstaas. En in deze tijd van het jaar heb ik er gewoon niet genoeg vertrouwen in. Maar ik kom hier wel weer terug. Over een paar weken maar weer eens kijken hier. En dan toch maar 2 feeder hengeltjes meenemen. Tot dan!